Hallo en welkom terug bij een nieuwe video. Het is vandaag 3 december, zaterdag. En ik ga proberen vlogmas te doen. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar dat is elke dag vanaf 1 december. Ik weet het, ik ben nu al te laat. Maar elke dag van 1 december tot, tot kerst ja, te vloggen. En vandaag heb ik al een heel vroeg kerstcadeautje gekregen van mijn vriendje. En dan ga ik, ik weet zelf ook nog niet wat het is, dus ik ga het nu live unboxen. Oh, deze wil ik al super lang. Oh my god, dankjewel. Ik wist zelfs niet dat ze dat hadden van de borre. Met Marrakesh mint. Die thee is super lekker. Die drink ik ook altijd op mijn stage. Press here. Zo zien de capsules eruit. Echt super lekker. En dan gaan we het openmaken. Oh my god. Oh, dat is met die lichtjes. Dat is geen like wow. Ik drink super graag thee. Met dat, ja, is gezond. En ik lust ook geen koffie of zo. En ik drink eigenlijk niet zoveel. En dat zou ik wel moeten doen. En sinds dat ik mijn stage zit, die heeft ook zo'n machine, maar zo in het klein. En dan drink ik daar echt 3 tot 4 thee's. Oh, wat is deze? Let's see. Doe je dat open? Ah, hier. Oh. Stomme plakband. Oh. Nog thee. Oh my god. Wist ik niet. Oh, dat zijn de oude capsules. Zie je welke thee er allemaal in zit? Oké, dat weet ik niet. Het zijn te veel thee's. Maar hier zitten dus nog allemaal thee's in. Het zijn er 10. En ik denk dat je die er gratis bij kreeg. Ik weet het niet zeker. Oké. Sticker. Ta-da-da. Hier moet je het water in doen, denk ik. Dan zit deze deksel volgens mij. Ik heb al mijn plaats niet meer. Ik moet het voorzichtig uithalen. Ik wil niks. Oh, er zit nog iets in. Oh my god, er zit een kopje in. Kijk hoe leuk. En zo een dingetje van My Special Tea. Super leuke kom. Oh, echt. Super mooi. Wat is dat? Ah, dat is een waterfilter. Oké, nu de machine eruit halen. Gewicht. En wat er nog in zit, is het kopje uit, hoe noem je dat?
onderzittertje voor een kopje op te zetten. Ik weet anders niet hoe ik moet dat zeggen. Dus ik ga deze even aan de kant zetten. Super mooi los. Oké. Okay. En nu. Zo zit de machine eruit. Hier moet dan dit op of zo. Ja, we zullen wel zien hoe dat moet. Ik ga zeggen, we zetten hem al aan. Dan moeten we eerst voor het contact steken. En dan hier moet dan de capsules in. Ik zal even laten zien. Jullie hebben goed kunnen zien. En dan hier heb je een plus en een min. En dan kun je de intensiteit van je thee kiezen. Dus of je een lichte thee wilt of een hardere thee, zal ik maar zeggen. En dan hier is de aanknop en de knop voor je lichtjes, want het is mijn lichtjes. Voor mij zal het altijd op roze staan, omdat mijn lievelingskleur is roze. Zo, dit was de unboxing. Ik hoop dat je dit een beetje... Oh wacht, ik ga eerst deze nog wel doen. Zo, dit is het... het dingetje, hè. En dan kan je zo een kopje erop zetten. Super leuk, super mooi. Echt waar. Oh, ik ben zo blij. Ik hou van kerstmis. En ik hou van cadeautjes. Echt een super leuk cadeau. Echt. Ik ben zo blij. Ze hadden mij geen beter cadeau kunnen geven. Ik ga nu afsluiten voor vandaag. Zo, ik ga nu een theetje maken. Maar ik ben er nog niet uit welke ik ga nemen. Mijn machine is wel helemaal geïnstalleerd en klaar voor te gebruiken. Het was echt niet zo moeilijk. Ik moest gewoon, dat is echt een super handige handleiding. Dus ja, dat was echt niet moeilijk. Het duurde ook echt maar 5 minuutjes of zo. Ik weet niet hoe welke ik ga nemen. Oftewel Marrakesh Mint, die is echt super lekker. Oh, maar ik had het gewoon kapot. Oftewel een van deze 10. Hier zit Earl Grey in. English Breakfast, caramel, iets met caramel. Good Morning Sunshine, Rooibos Orange, Intense Mint, Jasmine Flower, Rose Amour of zoiets. Ice Mint en Sunny Grapefruit. Volgens mij is die Ice Mint wel lekker. Ik ga gewoon die Ice Mint pakken. Zo ziet het eruit. Super schattig. Hoort dat ook. Er zit echt verse thee in. Dus gaan we nu het in de dingen doen. Zo, we moeten het er zo insteken. We moeten het dicht doen. En dan, kijk hoe roze. Dan, ik wil altijd. Ja, nee. Ik ga het toch zo doen. En dan op de knop duwen. Denk ik. En dan wachten. Dus dit zit er allemaal in. Ik heb nu deze genomen. Ice Mint. Als je wilt scherp stellen natuurlijk. En zo ziet het eruit. En dan heb je deze ook nog, die is super lekker. Er zitten er 10 in en ik denk dat dat €3,90 kost. Oh.
zijn. Zo zien jullie eruit. Dat zijn de nieuwe verpakkingen. Daar staat ook de naam op welke dat is en op die andere niet. En mijn thee is nu aan het lopen. En kijk hoe schattig. Roze. Echt super mooi. Dus nu wachten tot mijn thee klaar is. Het is bijna klaar. Pinkt ook. En normaal gezien stopt het ook automatisch. Dus zullen we zien. Zo, mijn thee is klaar. Nu nog een suikercrunch in. En oh, ik weet dat jullie dat niet kunnen ruiken, maar het ruikt zo goed. Zo, de dag zit weer op vandaag. Ik heb niet zo heel veel kunnen doen. Ik heb heel veel geleerd. Ik zit nu in mijn lekkere zachte pyjama. Ik heb net weer een theetje gemaakt. Dat wordt dan mijn vierde thee vandaag. Die zijn echt super lekker. En dat ga ik ineens afsluiten voor vandaag. Ik hoop dat jullie een leuke video vonden. Geef zeker een thumbs up. En vergeet ook niet te abonneren op mijn kanaal. En ik zie jullie hoop waarschijnlijk morgen als ik tijd heb om te filmen natuurlijk. Ik hoop van wel. En ik wens iedereen alvast succes met de examens. Enzovoort. Dus doei, tot de volgende keer.